Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij deze speciale aflevering van de Hoogste Versnelling, die vanavond geheel in het teken staat van de personenauto-tentoonstelling in de RAI in Amsterdam. De auto, dat is een heel merkwaardig fenomeen, want neem nou deze, Ferrari F40. Die kost bijna, zet u het kopje koffie even op tafel, neem even geen koekje voordat u zich erin verslikt, die kost bijna 800.000 gulden. En men heeft het er kennelijk voor over. Het fenomeen personenauto. Wat vinden wij er nou zo leuk aan en hoe wil die industrie ons nou steeds meer auto's laten kopen? Daar kijken we vanavond naar in deze speciale aflevering die als onderwerp heeft de personenauto-tentoonstelling in Amsterdam. Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum bouwden de Italianen dit rode racemonster dat zowel rijdend als stilstaand op elke voorbijganger de uitwerking heeft van de bekende lap op de stier. Iedereen wil hem zien en liefst nog even aanraken ook. De achterin gebouwde 3-liter motor is een superkrachtbron die met zijn 2 turbo's en 478 paardenkrachten goed is voor een top van boven de 300 km per uur. Het dashboard is van een bijna snobistische eenvoud en ook de stoelen zijn meer van het type race dan van het model clubfortuin. Eenmaal in die stoel gezeten merk je pas waarom een Ferrari en dan met name deze F40 zo bijzonder is. Ook al is de auto meer geschikt voor het racecircuit dan voor het dagelijks verkeer. Het gerucht gaat dat de auto nu al meer dan 1 miljoen gulden waard zou zijn onder beleggers. Nou, ik hou de mijne nog maar even voor mezelf. Op een foto in de folder, want ik spaar nog even voor een voertuig dat meer bij mijn levensstandaard past. Een paard en wagen bijvoorbeeld. Dit is natuurlijk een schoonheid van een auto, zo'n Ferrari F40. En dat is het leuke van deze RAI, want je ziet er dit soort auto's van tegen de 8 ton, maar ook auto's van nog geen 9000 gulden. En alles wat